Kijk naar de volgende aflevering van de 100 Baby Challenge. Dit is een challenge in de Sims 4 waarbij ik één vrouwelijk zin heb en die moet 100 kinderen krijgen. Met allemaal verschillende vaders. Anyways, in de beschrijving zit er een linkje naar alle regels en dergelijke. Ik doe mijn best om ze te volgen en we gaan verder spelen. We hadden bijna een vol huis, maar net niet, want we hadden iemand eruit gegooid en let's continue. Oké, okay, en daar zijn we dan. We hebben baby Zoe. Baby Zoe die wordt vandaag een kruipende baby. We hebben peuter Tom. Tom moet in bad worden gedaan. We hebben peuter Yuna, die moet even wat eten pakken. Peuter Finn, die gaat echt best wel lekker. We hebben tiener Jurre. Die moet even voor zichzelf zorgen en die moet zorgen dat hij jong volwassenen kan worden. Daarvoor moet hij een 10 hebben gehaald en hij staat nu een 8. Dus hij moet nog niveau 3 van zijn vaardigheid bereiken. We hebben Liz, die is al jong volwassenen, die houden nog even voor hulp bij de kinderen. En dan hebben we moeder Nicole. En die gaat eigenlijk ook best wel goed. Voor de verandering. Dus laten we dat maar aan de slag gaan. We gaan eerst zorgen dat Jurre even gaat slapen. Lijkt me een goed idee. Liz, jij gaat... Waarom ga je taart pakken? Er is al taart. Liz, jij gaat die gebruiken en dan ga je in bad doen. Tom... Dan gaat Yuna even eten pakken. En Finn, jij gaat even aan je skills werken. Finn, die moet nog niveau 3 van alles behalve denken. Dus ze gaat eerst op het potje. Yuna, je hebt gegeten. Jij moet nog ook heel veel dingen. Bewegen, communicatie, denken zijn bij jou het laatste. Dus je gaat even vragen aan Liz of zij jou kan helpen. Yuna, heb je met 2 van denkvaardigheid? Ik heb bezig, Yuna. Oké, moeder, je hebt gegeten. Jij gaat nu zorgen dat jouw kinderen ouder kunnen worden. We beginnen bij Finn. Jij gaat Finn... Leer hem alsjeblieft een dankjewel te zeggen. Dus waarom wil je per se een taart maken? We hebben nog heel veel taart. Niveau 3, communicatie van Finn. Niveau 2, fantasievaardigheid voor Tom. Die man blijft wel echt lang hangen. Dit is dus de vader van het kind in de buik van die vrouw. Oh, we moeten weer een nieuw boek schrijven. Want we krijgen telkens minder geld binnen. Finn, waar moet jij nog aan werken? Heel weinig. Oké, laten we beginnen met fantasie. Yes, Finn, niveau 3. Super, Finn. Nu moet je nog bewegen. Dat gaan we doen. En daarna alleen nog maar potje. Oké, super. Nee. Kijk, Tom, je hebt 2 potje vaardigheid. En Yuna voor communicatie. Hey, Finn. Lekker bezig, Finn. Ik weet dat je moe bent, maar let op. Finn, je bent van alles level 3. Dus... Is het nu toch echt tijd... voor jouw verjaardag? Finn, word een kind. Finn... houdt van buiten. Kies een getal 1 tot 4. 1. Creativiteit. Oké. Okay. Finn, je mag eerst even jezelf in bad gaan doen. Gefeliciteerd. Dan. Jurre, jij moet nog... Oh, Jurre. Ik word echt gek van Jurre. Echt waar. Jurre, hoe kunnen we nou zorgen dat jouw inzicht omhoog gaat? Hebben we dat boek nog? Heb je dat boek nog? Waarom ben je dan weer razend? Oh, echt die eigenschappen van hem? Zijn echt vreselijk. Oh, hoe kunnen we nou zorgen dat hij niet meer boos is? Even hebben. Is dat handig? Nee. Helpt het? Ook niet. Laten we focussen op de jonge kinderen, Yuna. Yuna gaat aardig goed. Hij is gewoon altijd boos. Kan hij dat boek nog eens keer lezen? Ik weet het anders ook gewoon. Weet je wat moeders eindelijk kan doen? Een boek gaan schrijven. Wauw. Blijf gewoon het boek lezen tot hij eindelijk sterk in zit. 66%. 76 nu. Langzamer zeker komt hij door. En is hij weer te ongemakkelijk om dat te doen. Oh. Echt vreselijk. Yes, het boek van Nicole is af. Oké, hij is nu... 85. Hij komt er wel, uiteindelijk.
Hoe gaat het met Jurre nu? 88. Nou, Jurre. Je bent er nog niet. Ik vergeet Finn ook helemaal. Oh, die was volgens mij aan het slapen, want die is helemaal uitgerust om 3 uur 's nachts. Oh, zo is hij ouder geworden. Het is een opgewekte sim die veel lacht, maar aandacht nodig heeft. Oké, okay. Nu wordt hij weer lastig. Liz, jij gaat voor haar zorgen. Het is nu jouw verantwoordelijkheid, ook is het niet jouw kind. Oké, okay, het huiswerk is af. Finn, die wil graag tekenen. Oké. Okay. Eindelijk is Jurre blij en niet boos of verdrietig of weet ik veel wat allemaal. Dus die gaat aan zijn inzicht werken. Yes, Jurre heeft inzicht niveau 3. Nou Jurre, dan ga je nu eindelijk je huiswerk maken. Finn heeft creativiteit niveau 3 bereikt. Goed bezig, Finn. Ah, Jurre en Liz zijn ook goede vrienden. Oh, Jurre is weer te ongemakkelijk. Nou, Jurre, ga lekker slapen. Finn heeft niveau 4 van creativiteit bereikt. Dus wat ze verder doet allemaal, mag ze lekker zelf weten. Hij is klaar voor school in ieder geval. Hé, wie is Gunther? Gunther wil het vriendinnetje worden van... Gunther wil dat Nicole... Eerlijk gezegd... Ik weet niet wie Gunther is. Ik heb maar ja gezegd, want ik weet niet of we al een kind met hem hebben. Maar ze hebben nog niet eens een kind samen. Oh, dat is wel lekker... Oké. Okay. Maakt het leven wel makkelijk voor me. Yuna gaat goed. Yuna gaat nu werken aan... Yuna gaat echt best wel heel goed. Tom daarentegen gaat dat. Oh, Yuna heeft niveau 3 van denkvaardigheid. Super. En Finn creativiteit niveau 5. Jurre, ga je eindelijk je huiswerk afmaken? Is je huiswerk nu eindelijk af? Nee, nog steeds niet. Oh, wat nu is hij weer heel gespannen. Ik krijg Jurre nooit thuis uit, ben ik bang. Oké, nu kan hij zijn huiswerk hopelijk afmaken. Oh, zijn huiswerk is eindelijk af. Dit is niveau 3 van wegsvaardigheid voor Yuna. Je moet toch communicatie, een beetje fantasie en potje. Communicatie is goed. Nu nog de fantasie. En daarna gaat ze op de potje. Oké, dat was haar fantasie. Nu is het tijd om op een potje te gaan. Want Tom, die moet nog aan heel veel dingen werken. Hij loopt echt achter. Dus Tom, hoe gaat het met jou? Goed, je gaat wakker worden. Mijn zus gaat je even met alles helpen. Niveau 2 denkvaardigheid. Op Yuna nog een keertje. Je bent er bijna. Yes, Yuna, die kan ouder worden. Dus, dat gaan we ook gelijk doen. Yuna heeft overal level 3 van. Yes, let's go! Yuna is een kind. Nee, hij gaat nu een kind worden. Yuna is een eindzeligere. Ze vindt het fijn om alleen te zijn. Ja, dat gaat in dit huishouden niet gebeuren, kan ik alvast zeggen. Is getal 1 tot 4. 3. Een motoriek kind. Yuna heeft leuke staartjes in haar haar. Super efficiënte babyverzorging. Oké, Tom. Jij moet hard gaan werken. Niveau 3 van communicatie. Lekker bezig, Tom. Nu nog al het andere. Liz en Yuna zijn goede vrienden geworden. Yes, we hebben een 10. Dat betekent dat Jurre ook uit het huis zal gaan. Eindelijk is Jurre uitgenodigd om uit het huis te zetten. Kinderachtig. Oké, een onvoorspelbaar persoon. Veel eisend en kinderachtig. Maar wel verantwoordelijk. Het is van. Kies een getal 1 tot 13. 11. Natuur. Kies een getal 1 tot 6. B. Een verzamelaar wordt dit. We gaan hem er niet uit huis zetten. Dat doen we pas als er weer baby's geboren. Want tweelingen, daar doe ik echt niet meer aan. Mijn toy is niveau 2. En heeft haar huiswerk ook af. Lekker bezig, Tim. Met moeder gaan we maar nog even een boek schrijven. Nina is niveau 3. Super. Oké, Tom, we moeten echt aan skills gaan werken. Tom heeft een boek geschreven. Tom heeft niveau 3 van fantasievaardigheid. Super, Tom. Oh nee, Nicole is aanbevallen. Oké, ja, volgende baby nummer denk ik. Weet je wat we doen? Ik weet nog even niet een naam voor de volgende baby.
Dus wat ik doe, is ik eindig het hier. En dan kan je in de comments van deze video achterlaten of je naam heeft voor de baby. En anders doe ik een random naam. Heel erg bedankt voor het kijken in ieder geval. Er is weer van alles nog wat gebeurd. En er komt weer een kind bij. Dus tot nu toe gaan we richting de 100. Dus vergeet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie volgende keer. Doeg!